Het ministerie van Arbeid is bezig met de wet, is bezig de wet gelijke behandeling arbeid voor te bereiden. Deze wet zal elke vorm van discriminatie op de arbeidsmarkt moeten voorkomen. Dit maakt het Nationaal Informatieinstituut bekend in een persbericht. De voorbereidingen voor deze wet zijn gestart nadat Carla Bakboord van de stichting Double Positive een petitie overhandigde aan minister Suharto Mustaja, waarin ze aangeeft dat seropositieve mensen geen optimale toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Minister Mustaja zegt dat stigmatisering en discriminatie van personen met HIV tot het verleden moet gaan behoren. De bewindsman benadrukt dat Suriname ook verplicht is zich te houden aan wettelijke conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO. Hierin staat dat elk mens gelijke kansen dient te krijgen op de arbeidsmarkt. De Raad van Ministers heeft goedkeuring gegeven om dit wetsontwerp uit te voeren.